In 2011, the Fintena van Vlissingen Fund in Utrecht celebrated its 50th birthday. To mark this occasion, the fund decided to present the city of Utrecht with an artwork. Its location? The bridge at the Moreelse Park connecting the modern station area with the historic city centre. The fund approached three parties with a request for a proposal. Social design lab Studio Rozengaarde, artist Sheila Hicks, and architect duo Gijs van Varenberg. Their proposals were discussed by the jury, chaired by the mayor of Utrecht. Ja, het werk van Sheila Hicks, Amaris, is een hele mooie sculptuur. Is een hele kleurrijke sculptuur. Kan ook heel interessant zijn in de uitwerking met de verschillende materialen die ze gaat gebruiken. Dus dat vind ik hele positieve punten in het voorstel. Waar het bij mij wat minder goed scoorde, is dat ik dacht van ja, ze noemt het een ontmoetingsplaats. Lijkt me in de praktijk heel moeilijk te realiseren. Het is toch vooral een brug waar iedereen overheen gaat, hè, met een doel of een trein te halen of wat dan ook. Van Sheila Hicks was het al snel duidelijk dat zij iets wilde doen met de kabelwerken die nu de stad, dit gedeelte van de stad open ligt, voor haar een belangrijke inspiratiebron vormde. En dat sluit ook goed aan bij haar textiele werken, zal ik maar zeggen. Het enige probleem is een beetje dat wat zij heeft bedacht op de plek waar ze het heeft bedacht, naast de brug, dat waarschijnlijk niet tot een overtuigende monumentale expressie zal kunnen komen. Het werk van Studio Rozengaarde was een heel mooi innovatief voorstel, wat eigenlijk bijna niet aanwezig is. En dat is de kracht van het voorstel. Als ik over de brug zou lopen en ik zou clouds zien, dan zou dat toch echt wel een onalledaagse verrassing zijn tijdens mijn alledaagse beslommeringen. Als ik van A naar B ga of als ik hier als forens voorbij zou komen. En het lijkt me fantastisch om op zo'n manier uit mijn eigen gedachten gehaald te worden. Hij is met een zeer verrassend immaterieel voorstel gekomen in een overgematerialiseerde omgeving van Hoog-Catharijnen. Het enige punt waar wij toch ook wel wat vraagtekens bij zetten is of een dergelijk fragiel werk, want dat is het ook, het in alle weersomstandigheden die hier zich kunnen voordoen overeind zal blijven. Tot zover ik niet, is het nog steeds een tochtgat hier. De Mariaplaatsbrug is echt een monumentaal werk vol met ingetogen kracht. Door de draaiing in de boog en de spiegelende zijde gaat het werk een hele sterke relatie aan met zijn omgeving, maar zeker ook met alle voorbijgangers. De diagonale plaatsing van de Mariaplaatspoort die maakt het heel wisselend van hoe je dat gaat beleven, het kunstwerk. Vanuit iedere positie heb je een ander beeld en ook de spiegelende binnenzijde maakt het heel speels, terwijl het toch een vrij eenvoudige vorm heeft. Ja, en dat heeft ook de vorm gekregen van inderdaad een poort waar mensen doorheen lopen en die bovendien in tegenstelling of als verbetering op oude stadspoorten ook verandert wanneer de mensen doorheen lopen. Dus ik vond dat een heel evenwichtig voorstel, wat ook inderdaad heel gebonden is aan de plaats waarvoor het kunstwerk bestemd is. En dan nu, het spannende moment. Het oordeel van de jury. We hebben er lang en veel over vergaderd, maar zijn tot een oordeel en tot een keuze gekomen. De jury heeft bewust zeer verschillende kunstenaars uitgenodigd een voorstel te doen in de hoop de complexe gelaagdheid van de locatie tot zijn recht te laten komen in het uiteindelijke kunstwerk. In die opzet is zij geslaagd. Tegelijkertijd heeft ze daarmee de keus, zoals te verwachten, extra moeilijk gemaakt. Wij konden kiezen uit drie indrukwekkende, eigenzinnige voorstellen. Na een uitgebreide afweging uiteraard viel onze keuze op het voorstel dat een nieuw beeld creëert voor een eeuwenoud symbool van de verbinding van de stad met de wereld en van de burger met de stad. De keuze is gevallen op een beeld dat juist vorm krijgt door het gebruik door die burgers. De Mariaplaatspoort van Gijs van Varenberg.